Goedemorgen, lieve mensen. Dit is Lumiria met het positieve bericht op vrijdag 19 april. Wat hebben wij vrijdag 19 april? Dus even kijken. Helemaal niks. Het is fantastisch. Dan kan ik mij heel goed voorbereiden. Het is een 67-13-4 karmische dag. Dan kan ik vandaag eens even heel goed zien. Die hoort eigenlijk bij de kaart van gisteren, hè? Loslaten, de dood. En die karmische dag, 67-13-4. Die kan ik heel mooi gebruiken om vandaag echt even te onderzoeken wat ik bijvoorbeeld op mijn lesplatform nog beter kan doen, wat nog aangevuld kan worden. En wellicht heb jij daar ook nog ideeën over. En dat kan jij ook in je werk doen, in je privéleven doen, als je brieven verstuurt, als je telefoontjes hebt, als je contact met mensen hebt, weet dat op zo'n karmische dag het ja of nee is. Het einde of een nieuw begin. Einde betekent altijd een nieuw begin. Dus wees je bewust dat je met deze energie, dan ga je in een stroompje mee. En wat fijn dat deze dagen er zijn, want die kan je heel nuttig gebruiken. Soms gebeurt er iets onverwacht, waardoor bijvoorbeeld een relatie verbroken wordt. En dat kan een werkrelatie zijn, dat kunnen vriendenrelaties zijn, dat kan een familierelatie zijn. Maakt niet uit of een contract wordt ontbonden of van jouw kant of van de kant van de ander. Op dit soort dagen weet je ook, als dat gebeurt, dan herstelt dat zich niet meer. Dan hoef je ook geen moeite meer voor te doen om dat te proberen te herstellen. Want als die breuk al gepland was in de energie en het gebeurt op deze dag, dan is het ook de bedoeling dat je het helemaal volledig gaat loslaten. Doe dat ook. Goed, nou kaartje voor vandaag. En let erop dat morgen, dan doen wij de verbindingswandeling. Nou, we wandelen van de parkeerplaats naar het hotel of naar het restaurant. Wil je daarbij zitten, dan is het nodig dat je Bahamani in Lisse reserveert. Want ik kan me voorstellen dat met al die mensen die naar het Corso toe gaan, en meer op het idee komen om Bahamani te gaan zitten om het Corso te zien. Dus daar zitten wij, daar kunnen jullie ons vinden vanaf uur 1, geloof ik. Wij gaan al heel vroeg weg. We halen onze lieve dochter op. En dan rijden we met ons drietjes naar Lisse. Nee, eerst naar Rick en Christel. Rijden we achter Rick en Christel aan, die hebben een wegje. En dan kunnen ze er altijd komen, zeggen ze. Dat wordt pas vanaf 1 uur afgesloten via het industrieterrein. En dan kunnen we mooi naar het restaurant en daar zitten we dan de hele middag. Onze dochter zei ook: Mam, vind jij het goed dat dat kleine ding even gaat logeren? Ik zei: vind mam heel goed. Dat is toch, ja, het is ook wel een leuk evenement, ook voor kinderen, alleen het duurt wel heel lang, hè? Dus hou daar wel rekening mee. Als je kinderen meeneemt, dat heel lang duurt. Nou. En soms is het ook goed om als ouder iets alleen te gaan doen. Nou, wij als ouders doen even iets met onze dochter. En Rick en Christel en Pamela is erbij. En nou, ik hoop jullie ook allemaal te zien. Wij als Nederlanders zijn dus nog nooit bij het Corso geweest. Als Nederlander is het leuk om dat een keer te gaan doen. Dus als je ons ook wilt ontmoeten. En we gaan later dit jaar gaan we wel wandelen. En ik bedenk mij nu, hè, weet je wat ook heel leuk is? Maar dat is wel weer ver weg voor sommigen die niet in Drenthe wonen. Om dan naar Drenthe te gaan. En dan, ja, nou, daar ga ik het nog wel even met iemand over hebben die in Drenthe woont. Dat we daar even een leuke wandeling gaan doen. Ja, dat doet Art Pisa ook al. Die doet dat fantastisch. Maar, en, niet maar, en. We willen ook alle rolstoelers dan ook een beetje tegemoetkomen, hè? Want anders was ik naar het boomkroonpad gegaan, maar dat is een beetje lastig. En we hebben ook een aantal mensen slechte been. Dus ik beloof jullie van het zomer, lekker, gaan we naar Drenthe. Gaan we daar in de bossen, gaan we gewoon kijken voor een hele leuke locatie. Misschien heb jij ook wel een leuk idee in Drenthe. Dan gaan wij een beetje naar het zuiden, gaan jullie een beetje naar het noorden. Gaan sommigen een beetje naar het oosten en de Drenthen die zijn allemaal aanwezig. Die zijn al thuis. Dat is leuk, hè? Bedenk ik nu ter plekke, hoor. Ik heb nog een kaart. Het zijn weer lange filmpjes, hè? Ja. Deze is Gerubijn. Gerubijntjes.
Die zien er in het echt helemaal niet zo uit, hè? Dat hebben wij ervan gemaakt. Deze cherubijn kondigt aan dat er een prachtige nieuwe emotionele ervaring in je leven zal komen. Misschien ontmoet je iemand die je hart sneller doet kloppen. Of je huidige relatie ondervindt een opleving. Ook fijn. Het is ook mogelijk dat door je open hart, je intuïtieve vermogens veel sterker worden. Nou, laten we dat gaan doen. Ik ben benieuwd naar jullie reacties. Geef die reacties onder dit filmpje op Facebook, op YouTube, waar het ook maar is, op Instagram. En laat het weten waar jij in Drenthe met ons naartoe wilt gaan. Het moet dus toegankelijk zijn voor mensen die slechte been of in een rolstoel of scootmobiel zitten. Ik wens jullie een prachtige dag en alvast een mooi weekend.